Oh mijn god, mensen, dit is ongelooflijk. Ik ben nu al de hele tijd aan het opnemen. Alleen ik ben vergeten om mijn microfoon aan te zetten. Nou, oké. Nu staat mijn microfoon wel aan, zoals je kunt horen. Hallo, welkom terug bij deze nieuwe video. Ik heb dus net dit gedaan. Wat je waarschijnlijk zag in de versnelling. Deze prachtige berg gemaakt. Alleen ik heb geen geld. Dus ik ga gewoon eventjes mezelf muten. En gewoon een beetje stilstaan. En dan zien jullie wel wanneer ik weer geld heb. Nou, waarschijnlijk niet. Want waarschijnlijk staat die stronthamster. Nou, nah, geen stronthamster. Kom op. Ik noem mezelf nooit een stronthamster. Waarschijnlijk staat die er zeg maar voor. Dus ik ga even die verplaatsen. En dan mute ik mezelf. En dan, ja, wacht ik totdat ik geld heb. Oké, ik ben weer terug. Ik heb eens 955. Dat is wel veel. Dus ik heb ook mijn facecam verplaatst, zoals je kunt zien. Hij staat nu eronder, zodat jullie kunnen zien hoeveel gasten, money en credits er staan. Maar ja, ik ga weer verder met decoreren. Nou, zoals je kunt zien heb ik weer geen geld, dus ik moest weer wachten. Oké, mensen, welkom terug. Ik ga even. Kijk, dit is nu zo. Ik ga even wat bomen neerzetten en zo. Ja. Als ik aan Lumberjack denk, dan denk ik echt heel erg aan een houten attractie. Alleen volgens mij, die kunnen volgens mij tegenwoordig. Ik zal even kijken of ik die wel kan. Of van een treintje. Hier, ja, die kunnen tegenwoordig. Oh, Wally Unit. Maar één karretje dient. Laten we maar gewoon beginnen met deze dan. Of met die transporter ride. Ah, die is nog goedkoper. Alleen ga ik daar helemaal niet eens voor gebruiken. Dat is nog mooi. Hij is af. Even thumbnail. Is de thumbnail gemaakt, mensen. Ik had geld nodig. En nu heb ik geld. En daar kan ik iets mee. En dan denken jullie, gaat hij het gewoon doen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon nog een attractie maken. En deze wordt ziek. Ik denk alleen niet dat ik er genoeg geld voor heb. Maar ik ga een mouse coaster maken. Een wild mouse coaster. En die moet natuurlijk hier zijn. Sorry mensen. Oh mensen, sorry voor deze eerreep. Ik
Waarom wil ik hem nou weer hier neerzetten? Wat is dit een kutplek om hem neer te zetten ook weer, teamen? Oké, deze. Die. Kijk, ik wil hem dus nog aan deze kant beginnen. Alleen dan gaat hem denk ik niet echt worden. Dus laten we hem... Hier? Hier zo, perfect. Kijk, deze attractie wordt al sick op zich, maar het duurt zo ongelooflijk lang voordat ik hem heb gebouwd. Dus, save game. Save game. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Check de video die nu in beeld komt. We hebben dit vandaag gedaan. Ik ben serieus trots op. En dan zeg ik zoals altijd. Ciao!